dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt, het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt, en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt, en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou was, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wil, ik hou een kamer voor je vrij. We maken een pelgrimstocht van 200 kilometer in 14 dagen met 6 mensen met een visuele beperking en die begeleid worden door 6 buddies. Ja, ik heb het niet meer gezien. Ik zeg een plek is different voor jou. Ik doe het niet meer. Ik heb Un vittorio de peregrinos, comunitario. O veo un campre, bonda morte. Fora. Ik ben aan het pakken voor de Camino. We gaan wandelen met visueel gehandicapten. Nou, niet gehandicapten, beperkte. En daar heb ik heel veel zin in. Kleding in de tas. Nou, grote plastic zak, check. Lange broek, sokken, wandelonderbroek. Teensokken voor 's avonds. Mijn slaapzak, dat klopt, die heb ik. En een klamboe voor het matras. Soms is het moeilijk om iets uit te leggen in het Nederlands. It's a genetic mutation which caused retinal dystrophy. So I gradually started to lose the receptive cells of my retina, and doctors are not sure if that's gonna go further to progress more, but or not, but it's okay. What I learned a lot in my life, I think it's absolutely for a reason that I have this problem, or I wouldn't even call it a problem. I call it a beautiful challenge or a beautiful gift that I can live a different life. Yeah. So let me check. Yeah, I'm ready to go. Ik kreeg een vraag 2 jaar geleden van iemand in een workshop die slechtziend is. En ik gebruik de Camino als metafoor. En die vroeg mij, denk je dat ik dat kan? En ik ben in gesprek geraakt en we zijn gaan wandelen. En ik zeg, ja, ik denk dat je dat wel zou kunnen. Maar als jij deze droom hebt,
zijn er misschien nog wel meer mensen die dezelfde droom hebben en denken, ja, dat kan ik niet meer, of dat is niet voor mij weggelegd, of hoe ga ik dat doen? Dit jaar zijn er 3 mensen met Usher mee, waaronder ikzelf. Ik ben de jongste. En Agnes en Marjolein. En zij zijn beide een voorbode voor wat mijn toekomst zal zijn. En Marjolein is dan bijna blind. En dat is gewoon wat ik nooit wil worden. Dat kan ik niet handelen. En de ontmoeting met Marjolein en ook met Agnes is dat ik zo mooi vind hoe zij, hoe Marjolein in staat is in een bepaalde berusting. En zij heeft net ook gezegd van dat het visuele aspect niet het belangrijkste is. Er komt ook heel veel voor terug, maar dat kan ik echt nog niet geloven. Dat is echt iets wat zo ver van me vandaan staat. Ik ben niemand die van andere mensen houdt. Ik hou van grote groepen, ik hou van de kroeg, ik hou van festivalletjes. Alleen, ik beleef maar een klein onderdeel. Ik sta daar en dan heb ik wel heel veel lieve vrienden en familie om me heen die me bij dingen betrekken en die het mogelijk maken dat ik nog datgene kan doen wat ik kan doen. Maar soms is het besef gewoon zo groot dat zij het heel anders beleven dan dat ik het beleef. Dan ben ik wel dankbaar voor wat ik beleef en dat ik het kan beleven. Maar het is wel iets, ja, er zijn weinig mensen in Nederland die en slechtziend zijn en slechthorend zijn. Jij bent klaar? Ik was daar hoor. Ja, dus ik kan ook gewoon op wacht staan. Volgende opdracht. Ik heb voor het eerst langer dan een half uur geslapen. Nee, slaap is zo slecht. Ja. Echt waar? Ja, dat is vannacht gedroomd. Van ongeveer mijn 25e af weet ik dat ik slechtziend ben. Maar dat is een progressieve aandoening, retinitis pigmentosa. En dat betekent dat mijn gezichtsveld langzamerhand steeds kleiner werd, tot een hele kleine koker. En de laatste 5 jaar is het scherpte erg achteruit gegaan. Waardoor voor mij nu indicoken, het was dus al een kleine koker, en indicoken is eigenlijk het beeld ook heel wazig. Ik denk dat bijna 20 jaar geleden, toen heb ik in Corsica gelopen en toen was mijn gezichtsveld al best wel vernauwd, zeg maar. Maar dat was zo zwaar, zo moeilijk om te lopen, moest zo ontzettend concentreren met die koker, dat ik eigenlijk toen gedacht heb dat dat niet meer voor mij weggelegd was. José, when we said goodnight, goodbye together today, yeah. I really thought that he had some deep emotions going on. Well, with his quietness. Well, you know, that's life too. And that's beautiful. Kijk, eens kussentje erin. Heerlijk, Agnes. Ik heb net een plekje opgemaakt en we gaan zo wat eten. Ja. Ik liep samen met Sophie de hele dag
En we hebben met een beugeltje gelopen, waardoor ik veel naast elkaar, waardoor ik alle bewegingen van Sophie kon voelen. Of iets meer naar links moest of naar rechts. Of even inhouden bij de stoeprandjes. Dat werkte voor mij wel heel goed. Ik vind het fijn om met iets hards te lopen waar je alle bewegingen heel goed mee voelt. Sophie heeft mij ook gewoon dingen laten voelen. En daardoor krijg ik natuurlijk wel een beeld van wat er allemaal onderweg is. Ik moet zeggen trouwens, nauwe straatjes waar we ook doorheen hebben gelopen vanmorgen, die kan je weer heel goed voelen. Gewoon door de schaduw, de kilte die meer in die straatjes is en de klanken die heel anders klinken als dat je in een heel wijd open veld rondloopt. Maar het is nu voor mezelf, kan ik nu echt de rust nemen om het echt te gaan ervaren. Om het gewoon binnen te laten komen van hoe het is om zo te lopen. Ja. Ja. Misschien komen ze straks ook nog wel donker tegen. Ik heb één donkere geplukt. Oké. Okay. Kun je donker? Er zit een heleboel van die pitjes in, toch? Ja. Heb jij ook eentje? Ik ga er zo nog een. Ik ga jou even op een makkelijkere plek staan. Even een grotere stap naar links. Naar links. Ja, ja, zo is goed. Okay. Nou, hup. Zullen we? Wil je aan de beugel of wil je vrije lopen? Vrije lopen. Dan mag jij aan de beugel. Ik ben plakken hoor. En langzaamaan gaat het achteruit. Het was altijd boem is ho en je gewoon gaan en proberen. En dan bedenken we wel wat waardoor je het wel kan. Of toen ik bijvoorbeeld al die boeken op A3 formaat kreeg, dat ging mijn vader een nieuw bureau voor me maken. Ja. Met een speciaal kastje op wieltjes waar dan al die A3 boeken in pasten. Wow. Ja. Of we bedachten wel iets. Ja. Je ouders waren ook heel ruimdenkend daarin. Oh zeker. Creatief en oplossingsgericht. Ja. 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 Hier links is een nis. Mm-hmm. En daar zit een soort Maria-pop, zou ik maar zeggen. Er staat een pop in. Die heeft een kroontje op. Oh ja. Net nog helemaal een rozenkrans om. Ja. En Oh, dan heb ik ziek. Ja. Dat is nog een. Kijk hè. Dus iets het. Van de mantel, zeg maar. Ja, ja, ja. Is dat allemaal steen? Ik denk dat het gips is. Meestal gips, maken ze die beelden van gips. En mijn ouders zijn net verhuisd, dus in dat nieuwe huis. Ja. Ik kan niks vinden. Ik kan geen koffie zetten, want ik kan het koffiezetapparaat niet lezen. Ik kan niks koken, want die kookplaat die maakt geen bliepjes. Oh, ja, ja. En ik kom er te weinig om goed te onthouden wat waar is. Ja. En dat is zo maf. En dan denk je altijd, ja, maar ik zie wel slecht en het maakt geen reet uit. En wat heb ik nou voor een aanpassing? En nou stiekem best heel veel. Ja. Nieuwe wasmachine kopen. Jongens, wat een gedoe. Ja, ja dat wordt want ik wilde moeilijk, het wordt steeds moeilijker. Dat, digitale werken, die tiptoetsen en piep, piep, piep. Dus uiteindelijk vond ik er dan één. Ja, mevrouw, we hebben alleen maar het showmodel. Ik zei, prima. Ja. Deze kan ik bedienen. Ja. Ik zei, of is er al een wasmachine met een app? Ja, die was er wel, maar die was twee keer zo duur. Ik zei, nou, laat maar. Oh, dus dat is wel natuurlijk. Ja. Hoeveel meter nog, Anja? Nou, 5 kilometer. Oké. Ja. Kijk uit, Anja. Zometeen moet ik jou nog vangen. Die verhaal dat voor gezicht. Ja. Hé, hoe zie jij er nou zo nieuw uit?
sprookjes voorgelezen? Ik luisterde heel veel sprookjes. Oh. Ik had zeg maar bandjes of cd'tjes met sprookjes. En kon je dan wat iets bij voorstellen? Absoluut, ja. Want dat ging dan echt leven in mijn hoofd. Ik ben eigenlijk een heel erg beelddenker. Ja. Ja. Ook al heb ik misschien niet altijd een realistisch beeld, toch maak ik een soort van voorstelling in mijn hoofd. Ja, wat ik vandaag ook hoorde van Marjolein, van je kan niet stoppen met zien als je nog kan zien. Alleen maar ik wel door die slechtziendheid moet ik ook veel meer gestructureerder zijn. En kan ik soms ook in paniek raken dat ik 's avonds niet weet waar ik alle spullen heb gelegd en dan 's ochtends niet mijn tas kan inpakken of zo. En dat is wel een stukje controle die je moet altijd in je hoofd gewoon weten waar alles is. En want zoeken kost gewoon te veel energie met de kleine koker. Vannacht is de eerste nacht dat ik langer dan een half uur geslapen heb. En dan heb ik ook gelijk gedroomd. En in die droom gebeuren dan zoveel dingen dat ik ook merk dat ik iets aan het verwerken ben of zo. Ja, er gebeurt gewoon heel veel. En ik kan niet stoppen met denken. Dus ik heb mijn slaap wel nodig. Ik heb wel aan mezelf gevraagd deze camino van waar ben ik weer aan begonnen. Want je gaat ergens een diepte in. Je gaat ergens met volle overtuiging ga ik daar ook in. Het is niet een optie om het niet te doen. Alleen hoe kom je daar dan weer uit of zo. Hè? En dan die groepsmomenten dat je met z'n allen aan een tafel zit. En dat er een Spaanse man zit te tetteren in je oren. En dat je dan Engels moet gaan praten aan de zijkant terwijl je hoortoestellen eigenlijk op tilt slaan van alle geluiden die je hoort. En dat je toch denkt van ja, nu moet ik het doen, nu geef ik alle energie en dan ben je daarna zo moe. En dan denk je, ga ik lekker slapen? En dan slaap je niet. Maar dat doe ik vrijwillig, ja. Ja. Toca. Ah, sí. Así de grande. No, espera que te lo hago yo, espera. Espera. Te lo hago ahí, te echo más tú. Espera. Hier schreef dat zijn. Ja, daarom, dus dat is wel waar. Goed. Ja, echt perfect in het vakje gewoon, hè? Perfect. Ik woon al dik 10 jaar, misschien al bijna 15 jaar niet meer thuis. Maar daar waar je dan goed in bent, in dat geval gewoon je eigen mandje stoppen, je eigen verantwoordelijkheid nemen en anders het regelen als je het niet zelf kan, is dan meteen ook weer een valkuil. Of dat is dus ook mijn valkuil. Want ik heb nu 2,5 jaar een blinde geleidehond. En toen, 3,5 jaar geleden, iemand, ergotherapeut, zei, goh, waarom heb jij nog een blinde geleidehond? En ik dacht, nou, ben jij nou helemaal besodemieterd? Ik ben niet blind, dus wat moet ik met zo'n beest? En als ik zo'n beest heb, dan is het eind van de wereld en is het klaar. Want dan ben ik blind en dan kan ik niks en heb ik geen werk en dan is het gewoon einde discussie. Ik merk dus nu dat een volgende level is om dus ook mensen dichterbij te laten komen op die manier. Zeg maar dat wat mijn blinde geleidehond voor mij doet, zeg maar een manier van heel lieflijk, voorzichtig er altijd zijn en ondersteunen. Dat nu door een menspersoon gedaan wordt, dat is voor mij een level verder. En dat is eigenlijk precies wat hier gebeurt, tijdens de Camino. Kijk, voor ons is het heel makkelijk om ergens aan te komen, de boel te overzien en ook tijdens het wandelen. Dat dus gaat allemaal heel vanzelf. En de ander kost het gewoon heel veel energie en elke dag is het dus weer nieuw. Dus het is niet even van, oh, nou weet ik hoe het in elkaar zit. Nee, want je gaat dan weer weg. Dus ik heb daar gewoon heel veel respect voor dat ze dit aangaan. Het wandelen is ook maar een klein stukje van hun leven natuurlijk. Ja, een activiteit. Als je het over participatie hebt voor mensen met een visuele beperking, ja, dan denk ik veel meer in termen ook van arbeid en eigenlijk ook van vrije tijdsbesteding. Ja, dat maakt toch eigenlijk wel een groot deel uit van ons leven in ieder geval ook. En ja, als je dan eigenlijk
weet dat er maar een klein percentage van mensen met een visuele beperking ook echt betaalde arbeid heeft. En eigenlijk zelden deel kan nemen in eigenlijk reguliere vrije tijdsbesteding. Dan denk ik, dan zijn we er gewoon nog lang niet met participatie. Ik geloof dat 18% van de mensen met een visuele beperking betaald werk heeft. Ja, en het is ook heel moeilijk om mensen eigenlijk op de arbeidsmarkt te bemiddelen. Want werkgevers vinden het al gauw. Ja, niet elke werkgever durft er gewoon aan te beginnen. Het feit dat ik een 32 uur werk, een druk sociaal leven heb. Gewoon meer dingen te doen heb dan het, zeg maar, het zorgen voor mijzelf als een gehandicapte, zo gezegd, is toch vaak lastig. Zeg maar. We willen met z'n allen als maatschappij dat je meedoet en dat er dingen mogelijk zijn en dat je dat voor elkaar moet krijgen en dat het ook moet kunnen. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan vinden we dat, dan is dat toch lastig. Of dan is zeg maar het ritme van een zorgsysteem of een organisatie als het UWV, wat voor jou je hulpmiddelen betaalt om te kunnen blijven werken. Ja, die hebben allemaal termijnen en dat duurt allemaal maar. En dat is, die hebben allemaal alleen maar tijden waarop je kan bellen. En dan, nee, die gaat er weer niet over. Dus het is heel log en stroperig. En aan de ene kant snap ik dat ook wel. Want je hebt gewoon van, maar goed, mevrouw, wie zegt dat u minder gaat zien? Nou ja, een medische verklaring nodig. Maar wat heb je dan nodig? Braille, prima. Hoeveel staat daarvoor? Op een gegeven moment heb je dan een braille leesregel nodig om het dan zowel thuis en op je werk mee verder te kunnen oefenen. Maar dat zijn twee verschillende wetten, twee verschillende regelingen, twee verschillende afspraken. Dus wat je op je werk krijgt, krijg je niet automatisch thuis. Dat ligt aan je zorgverzekeraar. En dat kost dus heel veel tijd. En dat ik zou het fijn vinden als ik het soepeler in zou kunnen richten. En niet continu de afdeling planning van het expertisecentrum moet terugbellen. Omdat zij weer bedacht hebben dat een afspraak op een bepaald moment erin gezet wordt. En zij dan chagrijnig worden omdat ik terugbel en zeg, jongens, maandagochtend. Ik werk als directiesecretaris, mijn MT, die heeft MT-vergadering. Nee, ik kan niet op maandagochtend. Dan desnoods verzet ik andere dingen als het echt niet bij jullie kan. Maar stuur me niet een brief in klein zwart druklettertjes met de nieuwe datum. En dat zijn allemaal van die hele kleine elementjes waar men bijna niet bewust van is. Maar ik heb geen partner die mijn post leest. En ik heb meer te doen dan het inplannen van mijn handicapafspraken. En heb andere verantwoordelijkheden. En dat is een keuze, Het is een keuze dat ik werk. En tegelijkertijd is dat ook wat de maatschappij van mij verwacht. Maar dat is gewoon nog niet zo soepel. Momenteel vaak naar Ibiza, strandvakantie, 's avonds lekker uit eten, een beetje winkelen, terrasje pakken. Maar dit vind ik ook erg leuk, door de natuur wandelen en het is hier prachtig. Ik voel me fit en ik heb het erg naar mijn zin. Het valt me heel erg mee zo met de grote groep. Aanwezig te zijn, ik vind het erg leuk zo, Kijken we of hier en de andere kant op. Ja. Hij loopt ook twee keer zo ver. Met nog meer of mee. En ik had haar nog niet gezien. Dat had ik niet verwacht dat ik dit ooit zou doen. Ik zeg altijd van de moeilijke paden gaan jullie maar, dat kan ik niet. Maar het bewijst toch maar weer dat ik het wel kan. Dus. Nee, dat geloven ze nooit, dat ik zulke paden heb bewandeld en zo stuil omhoog. En dat zullen ze wel heel stoer vinden van me.
Net voor Sobrero. Voordat je de klim op gaat. Die steile berg. Ja. Ja. Daar zijn jullie mee begonnen? Daar zijn we mee begonnen. Bij. Deze keer. Ja. Worden. Hij moet gewoon ontdekt worden. Ja, dat is het. Milad, als je eens naar de boys gaat. De boys. Nee. Nog 20 kilometer. En dan zijn we er, 20, 22, zoiets. Ik merk wel, de laatste 100 kilometer is het eigenlijk al langzamerhand veranderd. De eerste 100 kilometer was toch echt meer buiten. Hele kleine boerendorpjes, gehuchtjes, wijnvelden of druivenvelden. En nu, eigenlijk de laatste 100 kilometer kwamen we in iets grotere plaatsen. En ook wel prachtig mooi, maar ook iets meer langs de weg lopen. Iets drukker met de auto's en nu vandaag hebben we een flink stuk ook langs de weg gelopen en dat merk je wel. Je voelt dat je in de buurt van Santiago komt. Ik merk wel dat in de groep de energielevel of zo, iedereen wordt wat meer moe. En dat merk ik aan mezelf ook, dat ik meer moe, dat het aankomt dan even lekker liggen op bed of even, soms val ik zelfs in slaap. En ik heb het idee dat iedereen dat ook een beetje heeft en voelt het ook in de hele groep wel. Ik lig al bijna hoor. Ja, moet je even uitpakken, of niet? Zal ik je even op bed leggen? Ja, je was helemaal fris, hè? Dat hoor je wel, hè? Ja. Zou dat dan komen? Ja. Ik ben daar niet trots op dat ik niet zo goed zie. Ik ben daar niet blij mee. Maar voor mij is het niet het eindpunt van de wereld. Of, weet je, er is... Kwaliteit van leven voor mij is niet gedaald, behalve dan dat het heel onpraktisch is. Maar dan de vraag die dan bij mij opkomt is wel van ja, hoe zie je dan dat je man het zwaar heeft? Of hoe zie je dan dat je kinderen het plezier hebben in iets? En voor Severine ja, is dat nog niet zover. En zij ziet dat het best wel gaat, maar tegelijkertijd is het ook heel confronterend. En ik vond het lastig om voor haar zo confronterend te zijn. Ik zie daar waar je blind bent of bijna blind bent, niet meer kan lezen. Niet meer het gezicht van een ander kan zien. Dus als ik jullie ontmoet en ik zie niet meer hoe jullie gezichten uitzien, wie ben je dan? Dus dat was voor mij een eindpunt, van het niet meer zien. Ze heeft er bewondering voor en aan de andere kant is het ook ja, het eindpunt. Hè? Als je niks ziet, dan houdt het op zeg maar, met zien. Ze heeft me ook gevraagd van laat me alsjeblieft niet jouw spiegel zijn en dat snap ik. En toen heb ik wel gezegd van mag ik dan wel jou als voorbeeld zien? Ik vind het mooi dat je dat kan. En ik denk dat ik er heel veel van geleerd heb. En nog steeds ben ik een heel ander persoon. Ik ben onrustig, ik heb snel frustraties en dat zal ik altijd hebben. Maar misschien kan ik wel, ja, ik denk niet dat ik al volmondig kan zeggen van ik kan blind worden, dat niet. Maar er is wel meer vertrouwen. Mijn zoektocht is heel zelfstandig. En ben daar ook heel trots op. Zeg. Ik ben heel trots op ik heb een goede baan, een groot sociaal netwerk, woon in een grote stad, veel vrienden. Allemaal hobby's. Allemaal zeg maar, gewoon een interessant, leuk, gezellig, mooi, fijn leven. Maar het is ook hard werken. En dat harde werken komt
doordat ik gewoon van ja, de diepe overtuiging heb dat ja, ik heb die handicap, dus ik moet gewoon ja, dat ik daar iets meer voor moet doen. Dat is dan zo. Precies is. Dit is ook precies wat er thuis is lopen gebeurt. Zo verstild, zeg maar. Dat gewoon boven komt wat er boven moet komen. En ik ben dan een type die dat er eigenlijk alleen maar spanning loslaat door te huilen. Wat me goed doet is zeg maar de rust. En totaal los zijn van de wereld die je thuis hebt. En jezelf de gelegenheid geven of krijgen daarmee. Nou ja, goed, ik heb mezelf hiervoor aangemeld en ik ben zelf gegaan. En heb zelf een motivatie geschreven waarom ik dit fijn zou vinden om mee te mogen. Is zeg maar ook om het mentale stuk van het hebben van een progressieve oogafwijking en het je daarop aanpassen. Om je daar de gelegenheid voor te geven om daar stil bij te staan. En daar daarom te rouwen of verdrietig om te zijn. En dat dan te kunnen doen op een hele natuurlijke manier of zo. Zeg maar, ik vind natuur en die stilte, maar ook nu die geuren van die eucalyptusbomen en dat dennenbos. En dat je nu begonnen in super mooi weer en zon. En nu de laatste dagen wordt het meer wat minder en regent het meer. En voel je gewoon dat het herfst wordt. En daar gewoon heel puur van te kunnen genieten. Heel, gewoon diep te kunnen ervaren dat je ondanks dat je minder ziet ook nog ja, op jouw manier van dit soort dingen kan genieten. En dat je daar in verhouding niet zo heel veel bij nodig hebt. We hebben allemaal lente beschreven, we hebben thuis allemaal lente ontvangen in een kleur. En iedereen kon op die lente wensen verzamelen van dierbaren, van mensen die iets goeds toewensen, mensen die voor zichzelf een wens hadden. We hebben hier onderweg ook nog overal wensen verzameld. Dus ieder had een persoonlijk lint met wensen. En dat hebben we in de kleuren van de regenboog, dus het zag er ontzettend mooi en kleurrijk uit. En die hebben we aan een tasstok vastgebonden. Dan krijg je een beetje zo'n meiboom idee. En voordat we het plein opkwamen, hebben we die... we hadden nog één lint, een regenbooglint, die ons met elkaar verbond. En zo zijn we eigenlijk door de stad gewandeld. We kregen ontzettend veel bekijks, dus dat was eigenlijk ook wel heel ontroerend. Er waren mensen onderweg die ons herkenden van onze wandeling door de bergen, door de dorpjes. Dus ja, wat was bijzonder moet ik zeggen. Mensen die applaudisseerden, mensen die, ja, die het heel mooi vonden om ons te ontmoeten. Ja, dit is natuurlijk toch ook het eindpunt van de reis naar de mis. De bedoeling was nog dat we langs, begrijp ik, langs de apostel zouden lopen. Er is op het Oxaal een heel groot beeld van de apostel. En er is een route langs, achterdoor. En dan zie je al die pelgrims achter dat beeld lopen. En
Ja, ze betasten dat beeld, ze omarmen het beeld, ze kussen het beeld. En blijkbaar hoorde ik net, is dan het ritueel, dan ben je pas pelgrim af. Op het moment dat je langs die apostel bent gegaan, ben je pelgrim af. Het was een genoegen om met jullie te wandelen. Dankjewel. We zijn in Santiago! Camino. Ik wandel de Camino over eeuwenoude paden. Kijkend naar de verstillende natuur, beleef ik de Camino in zijn grootsheid. Over eeuwenoude paden, met mijn buddy als spiegel, beleef ik de Camino in zijn grootsheid. Lachend, huilend, stralend. Met mijn buddy als spiegel, stap na stap, lachend, huilend, stralend, raakt de wijsheid van zijn met dat wat is diep. Stap na stap. Dichter bij mijn kern raakt de wijsheid van zijn met dat wat is diep. Kan ik ontvangen dat wat wordt gegeven? Steeds dichter bij mijn kern, kijkend naar de verstillende natuur. Kan ik ontvangen dat wat wordt gegeven? Wandel ik de Camino.